Leon Flemings, is het dieptepunt van dit seizoen bereikt? Nou, dit was een uitslag die wel even binnenkomt. In een hele vervelende wedstrijd. Had je het aanzien komen? Nee, helemaal niet. Want we hebben uitstekend trainingsweek achter de rug. En ook niet in deze wedstrijd. Had ik het ook niet aanzien komen. We krijgen tegen een hele verdedigende tegenstander krijgen we een spelervatting tegen. Waarbij we gewoon heel slecht staan. En dan kom je 1-0 achter te staan. En ik denk dat we heel de eerste helft op zoek zijn gegaan naar, naar de ruimte zien te vinden. En de kans zien te creëren in een rondom de 16 meter. En die zijn er geweest, met name via de rechterkant. Tegen een heel verdedigend gesloten organisatie. En dat was heel erg lastig. Je kan zeggen dat zij verdedigend speelden, maar zij lieten jullie ook heel erg aan de bal. Maar daar deden jullie eigenlijk vrij weinig mee. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vond dat wij juist de eerste helft, zeker via de rechterkant, verschillende keren doorheen zijn gekomen. Links wat minder. Dat hebben we daarna gecorrigeerd om Pieter wat meer aan de zijkant te laten spelen. Maar ja, tegen Tessel die heel ver terug uitstaat, dan ligt de ruimte aan de zijkant. En ik denk dat we een situatie of 6 hebben gehad om... om scherp te zijn om wellicht tot de kans te komen. Maar je bent mee eens dat jullie veel de bal hebben gehad, maar eigenlijk geen kans hebben gecreëerd vandaag. Nee, maar als je een tegenstander, wat ik net zei, die heel ver terug uitstaat. En je komt 1-0 achter te staan. Ja, dan moet zo'n bal ook net goed vallen in de 16 meter. En er zijn een paar van die klutsballen geweest, zijn afstandsgrootte rondom de 16 meter. Ja, dat is hetgeen wat in de eerste helft in ieder geval wat er voor situaties zijn geweest. Het feit is dat je met 0-3 verliest en dat het begint te morren. Er staan weer supporters voor de deur. Vervelend. Ja, dat is vervelend. Kijk, wij zijn op zoek gegaan naar 1-1. Net op het moment dat ik volgens mij gewisseld heb in de 75 minuut, komt er via een ingooi volgens mij maar kunnen 2-0. Ja, dan wordt het eigenlijk heel erg lastig. Supporters roepen dan dingen als schaam je kapot. Schaam je je ook als trainer na zo'n avond? Nou, ik baal hier enorm van zijn nederlaag. Maar, en niemand is daar blij mee. En het woord schamen. Ja. Wij moeten verder in goede en in slechte tijden. En ik zou me schamen als mijn ploeg en ik zelf gewoon... niet heel gedurende de week er alles aan doen. En ook in deze wedstrijd om tot een overwinning te komen. Maar het gebeurt uiteindelijk in de wedstrijden. En daarin laten jullie het eigenlijk te vaak dit seizoen niet zien. Nee, we hebben nu een aantal keer inderdaad in de korte tijd na een goede serie. Dat we geen goede prestatie leveren. Als deze wedstrijd was daar een voorbeeld van. De afgelopen weken heb je vaak kunnen wijzen naar spelers die er niet bij waren vanwege blessures. Maar eigenlijk speelde je vandaag met een... ja, redelijke ploeg waarvan je zegt van dat is eigenlijk misschien wel de eerste keuze. En zelfs die verliezen thuis met 0-3 van Dordrecht. Dat is toch zorgwekkend. Ja, je stelt nu een paar keer van dat soort vragen. Hè? En ik probeer deze wedstrijd gewoon te analyseren. Op een uitslag waar we allemaal heel erg van balen. Maar als je buiten 0-3 daar een beetje doorheen kijkt. Jij als sportjournalist. Dan denk ik dat je toch een ander soort beeld hebt gezien als 0-3 de wedstrijd. Maar toch, ik wil niet de hele tijd doordraven. Maar we hebben... Ja, snap ik. Alleen, het is toch... De supporters, die zijn hartstikke boos. Die hebben jullie vandaag met 0-3 zien verliezen. En zij zien weinig perspectief, heb ik het idee. Nou, wij wel. Maar dat we heel teleurgesteld zijn met deze wedstrijd. Dat is duidelijk. En dat supporters dat zijn, dat lijkt me ook heel erg duidelijk. Dat recht, dat hebben ze. Jij ziet nog voldoende perspectief. Ja, 100%. Deze wedstrijd, die 0-3, dat is niet de wedstrijd die je hebt gezien qua krachtsverhoudingen. Als jij naar voetbal kijkt tegen een tegenstander die in de voorkomt en zo in overdreven speelt. Ja, dan moet je heel goed zijn om daar doorheen te spelen. En dat waren we vandaag niet.